Je kent ze vast wel. Die verhalen van je opa of oma over hoe ze vroeger als gezin aan de radio gekluisterd zaten. Dat typische radiogeluid. Het welbekende mannetje van de radio. Voor sommigen voelt het medium daarom een beetje als een reliquie uit vroegere tijden. En vergelijken we radio met televisie en internet, dan valt daar ook wel iets voor te zeggen. Maar dat neemt niet weg dat radio voor veel mensen nog altijd ontzettend relevant is. En daarmee ook voor adverteerders. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat we steeds meer radio luisteren. Tijd dus om er wat aandacht aan te besteden. In deze video nemen we een kijkje in het huidige radiolandschap en naar welke ontwikkelingen het medium relevant houden. FM is een van de oudste en meest traditionele vormen van radioconsumptie. Het maakt gebruik van analoge signalen die via radiogolven worden uitgezonden en kan eenvoudig worden ontvangen met een FM-radio. En door de frequentie op de FM-radio aan te passen, kun je naar verschillende radiostations luisteren. Erg toegankelijk dus, en mede daarom al jaren veruit de populairste manier voor mensen om naar radio te luisteren. Volgens het Nationaal Luisteronderzoek wordt nog altijd meer dan 50% van alle radio-inhoud beluisterd via FM. Dat maakt een plekje op de FM-frequentie voor radiozenders erg gewild. Maar dan lopen we ook meteen tegen een van de beperkingen van FM aan. Er zijn slechts een beperkt aantal beschikbare frequenties. Begin juli vond de meest recente FM-veiling plaats, zodat iedere zender weer kans kon maken op een eigen FM-frequentie. Die vergeven vergunningen zijn geldig tot 2035. DAB Plus is een digitale radio-uitzendstandaard die via de ether kan worden beluisterd. In tegenstelling tot analoge signalen maakt DAB Plus gebruik van digitale audiogegevens die via radiogolven worden verzonden. Dit zorgt voor betere geluidskwaliteit dan via FM en lost het probleem op van een beperkt aantal beschikbare plekken voor radiozenders. En het is ook nog eens mogelijk om via DAB Plus de vertrouwde FM-radiostations te ontvangen. Waarom maken we dan nog massaal gebruik van FM en niet van DAB Plus? Helaas heb je voor DAB Plus een radio met specifieke DAB-antennen nodig. En dat is in de praktijk nog niet heel gebruikelijk. Op dit moment heeft DAB Plus een marktaandeel van slechts 16%. Maar er wordt mondjesmaat terrein gewonnen ten opzichte van FM. Waar DAB Plus beetje bij beetje terrein wint, heeft online radio luisteren in relatief korte tijd een gigantische stempel op het medium gedrukt. Eind 2022 werd 36% van alle radio beluisterd via streamingplatforms, zoals websites en apps. Via het internet kunnen radiostations hun uitzendingen wereldwijd beschikbaar stellen. En een ander groot voordeel is dat je geen radio of speciale antenne hoeft aan te schaffen om te kunnen luisteren. Dus minder kaders en meer keuze. Tegen eerdere verwachtingen in denken we niet dat DAB Plus op termijn FM zal vervangen. Wel verwachten we dat online radio luisteren de komende jaren alleen maar populairder wordt. Wat ten koste zal gaan van luisteren via FM en DAB Plus. En tegen 2035, wanneer de vergunningen voor de FM-frequenties weer verlopen, zal online luisteren aanzienlijk groter zijn dan de twee andere vormen bij elkaar opgeteld. Het is toch maar de vraag of de FM-frequenties in 2035 nog net zo gewild zullen zijn als nu. Er wordt daarom zelfs al nagedacht over het uitfaseren van FM. Maar dit hangt erg af van hoe het radiolandschap er tegen die tijd uitziet. Er gaat veel geld in radio om en zo'n grote verschuiving als die we nu zien is super interessant voor adverteerders. Dankzij alle voordelen van online radio luisteren kunnen radiocampagnes heel effectief worden ingezet. Wat dat betreft wordt het voor adverteerders alleen maar interessanter om doelgroepen via de radio te bereiken. Heb je advies nodig om te bepalen welke vorm van radio het meest interessant is voor jou om op te adverteren? De specialisten van Zicht helpen je graag op weg. Dank voor het kijken.